vorig jaar, 2013, is er door Lucien van der Heijden van de Heijden Foliekassen, is er eigenlijk de vraag naar voren gekomen: wat is het effect van een combinatie van glas en een folie op het energieverbruik? Is dat een mogelijk interessant alternatief om energie te besparen ten opzichte van een dubbel glas? Daarop zijn wij met onze klimaatmodellen aan het rekenen gegaan. En daaruit kwam naar voren dat er zeker mogelijkheid bestaat om tot een forse energiebesparing te komen. Onze referentie is vandaag de dag is het nieuwe telen. Dat betekent eigenlijk meerdere schermen, 2 of zelfs 3 schermen, waarvan 2 beweegbaar en soms 1 vast tijdelijk folie. En daarnaast ontvochteren met buitenlucht, een wat aangepaste klimaatregeling, proberen de minimumbuis uit te schakelen, weg achterwege te laten. Ten opzichte van dat systeem de schermen weglaten en vervangen door eigenlijk een dubbellaags kasdek bestaande uit glas en een film in deze situatie, kunnen we aan een energiebesparing komen van ongeveer 6 à 7 kuub per vierkante meter op jaarbasis. In de tussentijd was er eigenlijk al door Lucien eigenlijk al een consortium enigszins gevormd, bestaande uit boorhalssystemen, Van der Valk systemen en AGC Chemicals, die dus eigenlijk de film, in dit geval F-Clean, produceert. Want een combinatie van een glas met een tweede laag betekent eigenlijk altijd lichtverlies. Dus je moet er alles aan doen om dat lichtverlies zoveel mogelijk te compenseren. Nou, daarvoor heb je eigenlijk een hoogwaardig glas en een hoogwaardige film in dit geval nodig. En de ETFE van F-Clean genaamd is ook een heel hoogwaardig film met een hoge transmissie. In het hele ontwikkeling hebben we steeds in ons achterhoofd gehouden dat we zoveel mogelijk van het standaard Venlo concept in stand hebben gehouden. En uiteindelijk hebben we dat kunnen realiseren door eigenlijk van kopgevel tot de andere kopgevel een F-Clean folie in 1 keer erin te trekken tussen de goot en een extra profiel wat onder het luchtraam gemonteerd is. En door die efficiënte wijze van aanbrengen is er eigenlijk een heel gunstig concept ontstaan. Dat heeft echt bijgedragen aan de lage kostprijs. Een belangrijk onderwerp van de hele Tools of Energy kas is ook dat we de spouw tussen het glas en de folie, dat we die kunnen ventileren. We hebben een mogelijkheid ingebouwd dat we door de goot warme lucht kunnen blazen. Die gaat door de condensgaten de spouw in. En aan de bovenkant bij het luchtraam kunnen we die er weer uitlaten. En op die manier kunnen we in de wintermaanden als sneeuw op het dek ligt, kunnen op vrij eenvoudige manier kunnen we die sneeuw eraf stoken. Het consortium bouwt de kas. En wij als Wageningen Werk Glas Tuinbouw beoordelen eigenlijk de kas op zijn performance. Er wordt een glas gegroeid, groeien we hier. Nou, nu staan we voor een komkommerglas. Is eigenlijk bedoeld om de systemen te testen. En dan gaan we volgend jaar, beter gezegd laatst dit jaar, begin januari 2015, gaan we met een tomatenteelt verder en die gaan we dan ook jaar rond volgen. Een van de belangrijkste punten is om aan te tonen, gaat dit systeem een productievoordeel of een productieverlies opleveren? Nou, wij verwachten zelfs dat het een productievoordeel op kan leveren ten opzichte van een standaardkas. En daarnaast moeten we bewijzen van, is er in deze kas nou ook daadwerkelijk de verwachte energiebesparing te bereiken? In de praktijk betekent het nieuwe telen eigenlijk meerdere schermen gebruiken. Nou, in deze kas, door het dubbele dek, is er eigenlijk voor gekozen, er kan minder geschermd worden. Met minder schermen kunnen we dezelfde of zo niet nog een hogere besparing halen. Hier hebben we maar 1 dubbel beweegbaar scherm. Dat is dus open of dicht. En door de hoge isolatiegraad kunnen we in de winterdag dus veel minder schermuren maken. Overdag. En toch dezelfde besparing bereiken. Dat betekent dat er meer licht in de kas komt en dus voor het gewas en voor de synthese beschikbaar komt. En dat is weer een potentiële productiewinst. Nou, zoals Frank net heeft aangegeven, gaan we in de Tools of Energy kas gaan we met name in de winter overdag minder schermen. Nou, en door die gegevens zijn we er tijdens de ontwikkeling opgekomen om ook voor het scherm voor een dubbele laag te kiezen. En dan, normaal gesproken leidt een dubbel scherm tot meer lichtverlies. Waarom dan alleen 's nachts gebruiken, hebben we ervoor kunnen kiezen om daar ook voor een dubbele laag te kiezen. En normaal gesproken zijn dat dan 2 schermen die op behoorlijke afstand van elkaar worden aangebracht. En in de Tools of Energy kas hebben we ervoor gekozen om een dubbel scherm te maken waarbij de 2 lagen echt heel dicht op elkaar zitten. Dan praat je over een spouw van 5 centimeter. En die 2 schermdoeken zijn eigenlijk geïntegreerd in 1 installatie. Ja, en doordat het weer
dat we weer voor een spouw hebben gekozen, kunnen we weer meer energie besparen.